Het klimaat is hot, dat kun je wel zeggen. Overal wordt er gezocht naar nieuwe bronnen van energie met soms onverwachte gevolgen. Neem een afgelegen streek in Noordwest-China. Daar heeft zonne-energie het leven van duizenden gezinnen ingrijpend veranderd. Nomaden hebben er de beschikking gekregen over draagbare zonnepanelen. Het project in de provincie Xinjiang, een idee van Shell en betaald met Nederlands overheidsgeld, wordt nu na 5 jaar afgerond. Het is een van de meest afgelegen gebieden ter wereld, Xinjiang, land van nomadenvolken die zomers rondtrekken bij temperaturen tot 50 graden en 's winters schuilen in hutten tegen de barre kou. Elektriciteit was er niet, tot nu. Een zonnepaneel op het dak van ruim 65.000 nomadengezinnen. Het was een idee 5 jaar geleden van Shell Solar en het kwam tot stand. Voornamelijk door 15 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid. Genoeg om het systeem betaalbaar te maken voor ieder gezin. Xinjiang is 40 keer zo groot als Nederland. Mensen leven een nomadische levensstijl. Dus zij gaan met hun schapen, kamelen en tenten over heel Xinjiang rond. En moeten daarom hun elektriciteit kunnen meenemen. En een zonne-energiesysteem wat ze kunnen inpakken en op hun kameel kunnen binden is daarvoor automatisch geschikt. Dus dit is een volledige. Eerst is zonlicht, tweede is opnameapparatuur, derde is opnameapparatuur, vierde is opnameapparatuur. Ah, speciaal voor de zo simpel was het. De Chinese fabriek zette het in elkaar, Shell deed de ontwikkeling, leidde lokale onderhoudsmonteurs op en Nederland betaalde veel van de kosten. Maar nu het hulpproject na 5 jaar stopt, is de vraag, wat nu? Kijk, je kunt mensen niet verplichten om dingen voor te zetten, maar ik denk dat met de schaal van dit project en met het succes van dit project er een heel duidelijk voorbeeld gezet is, wat zeker verder opgevolgd zal worden. Dat is eigenlijk ook al aan de gang, want de Wereldbank heeft nu een vergelijkbaar project opgestart, ook in dit gebied. De familie hier heeft letterlijk het licht gezien. Xinjiang mag dan afgelegen zijn, het moderne leven is ietsje dichterbij gekomen.